Dames en heren, er zijn wat problemen. De parkrating gaat in één keer naar beneden. Zoals je ziet hier zo. Kijk, het gaat in één keer naar beneden. En ik moet er nou van alles aan doen om het te fixen. Het is een ramp. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik laat je een heel klein trucje zien. Dat is misschien leuk. Ik heb het spel gepauzeerd. Nou, dat is natuurlijk heel apart. Maar wat ik nou ga doen is, ik ga bijvoorbeeld, dat is wel een leuk weetje, misschien weten mensen wel. Je kan bijvoorbeeld nu mensen aannemen, je kan ze neerzetten over het park, want we moeten verspreiden. Ik weet niet waarom de parkrating ineens zo naar beneden is. Het kan zijn omdat ik gewoon alleen maar aan het bouwen was en geen tijd besteed aan andere dingen. Maar om mijn park nou een beetje op peil te krijgen, hoop ik dat ik het mensen naar hun zin kan maken door wat meer mensen te aannemen. Ik bedoel, kijk, een park moet natuurlijk goed onderhouden worden met kots opruimen, security guards. En er moet natuurlijk een monteur zijn. Mensen willen niet te lang wachten als een attractie kapot is. Nou, die mensen heb ik dus nu allemaal aangenomen. Ik ben nu alles aan het aannemen. En als ik dadelijk op play klik, dan zullen al die mensen in het spel neervallen. Dat is heel grappig, want dan zie je echt allemaal in één keer droppen. Maar dat geeft wel even de tijd om het even beseffen van, we moeten nou wel alles in de gaten houden, want het park mag niet, ik ben dadelijk aan het einde van het spel, aan het level, en ik moet hem wel gaan halen. En dat gaat niet lukken als ik zeg maar die parkrating in één keer keihard naar beneden ging dalen. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom mensen het ineens stom vinden. Ik bedoel, het is gratis entree, we hebben 1000 bezoekers over dit park. Er is toch niks te klagen, lijkt mij. Daarom heb ik maar snel even het spel opgeslagen. Mochten we het niet halen, kan ik altijd nog saven. En dan kan ik altijd nog eventjes kijken van of ik het kan verbeteren. Maar het is raar, ik heb het thema aangekleed hier. En ik wil nog wel even snel een attractie bouwen, want we hebben namelijk de wilde muisachtbaan gekregen. En het lijkt me leuk om deze te plaatsen, aangezien die heel klein is. Nou, en een kleine achtbaan, dat vind ik altijd wel cute. En even een plek zoeken waar we die kunnen neerzetten. En misschien dat we hem hier... De gaybaan is kapot. Oh shit! Jongens, oh shit, de parkrating gaat naar 563. Oh, dit is echt niet goed. Oh, dit is echt balen, dit. Ja, hoe gaan we dit fixen, joh? Hoe gaan we dit fixen? Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet fixen. We staan in de min. Ik ga snel actie ondernemen, want dit is echt pittiger dan ik dacht. Dit is echt pittiger dan ik dacht. Wacht even, mensen. Rustig. Ik moet rustig blijven. Dat is positief. Ik ga deze op minimum zetten. Ik maak een advertentie. Zo. En dat doe ik pas nadat ik dingen even financieel wat heb gehuurd van de bank. Zo, hoppakee. En ik plaats nog een advertentie. Want we moeten mensen trekken. En hoe beter dat gaat, hoe beter die parkrating wordt, hoop ik. Oh shit, 519. Dat gaan we niet redden. Die parkrating moet hoger zijn. We hebben nog een paar maanden. We hebben nog niet zoveel meer. Dus ik huur snel wat mensen aan. Nou, ik zit in een lastig pakket. Mijn parkrating gaat echt gewoon niet meer omhoog. Ik snap er geen reet van. Het hele park heeft gewoon gefaald in één keer. Ik snap er echt geen reet van. Het ging best wel goed, zeg maar. Ik weet niet waar mensen over zeuren, maar... Oh, er staat iets dat een techneute meer mechanicus of die gozers aannemen. Oké, er zijn te veel attracties. Dus ik neem wat meer van die mensen aan die de attracties repareren. Ik wil ook wat meer staf aannemen. Ik denk dat dat helpt. Hoop ik. Zo, dit is het makkelijkste wat je kan doen als je staf wil aannemen. Hoppakee. Terwijl mijn pijl wel op groen staat. Qua quest, qua gast is het gewoon nice, het park. Dat gaat gewoon goed. Dus daar ben ik eigenlijk wel voor geslaagd. Alleen de park value, dat lukt me niet. Hier wordt steeds minder. Oh my god, jongens. Hoe moeten we dit doen? Ik snap er niks van. Ik snap er echt geen reet van. Ik bouw me gewoon alles in één keer vol. In de hoop dat het dan goed gaat. Sneu, hè? Ik vind het wel zo heel sneu, dit. Zo. Nou,
Nou, ik had wat tips gelezen op internet en dan stond ze van ja, verschillende attracties moet je in je park doen, dat brengt je value omhoog. Nou, als je dat niet doet, dan woede mijn trein, kunnen die ook wel proberen in het zetten. Kijk of dat de park value omhoog brengt, maar ik denk het zelf niet. Ja, joh, ik geef het een beetje op. Yo, september zitten we al bij. Ik sla het spel even op schrijf 2. I'm lost. Oh, mensen raken los en stuck. I can't find the park exit. Oké, dat is waarschijnlijk het nadeel geweest. Mensen raken... Waarschijnlijk ook omdat ik geen info-kiosk heb en mensen geen parkmap kunnen kopen. Dat is waarschijnlijk het eiereten. Mensen raken verdwaald in mijn park. Dan weet ik het goed gemaakt. We sluiten wat dingen af snel. Waar mensen niet hoeven te komen. Wat onnodig is, zoals uitgangen en zo. Misschien dat nog zou helpen. En ze slopen ook alles hier, moet je kijken. Ik denk ook dat de park value naar beneden ging, omdat er juist zoveel mensen kwamen, denk ik. Misschien is het verstandig om infokiosk te researchen, mensen. Ik heb er helemaal geen zin in dit level. Ik vind het gewoon kut wat er is gebeurd. En ja, ik heb waarschijnlijk niet opgelet. Heel veel mensen slopen bankjes, zijn moe, kunnen de uitgang niet meer vinden. Ik weet ook niet wat er allemaal aan de hand is in één keer. Ik probeer de mensen een beetje met entertainers te verhelpen, zeg maar, dat het toch wel een beetje fun wordt in het park. Maar ook dat helpt helemaal niet. Maar ze kotsen niet zoveel als eerst, dat scheelt. Wat raar, de hele tijd stond die parkrating omhoog en in één keer zakte in juli zakte die in. Echt ongelooflijk dit. Nou, het is gewoon te druk in het park. Oh, ik zie hier wat. Is dit het probleem geweest? Was dat het probleem? Oh shit! Was dat niet het probleem wat je net zag? Oh, mijn parkrating gaat ineens omhoog. Was waarschijnlijk dat het probleem wat ik net zag. Het kleine paadje wat ik niet had gefixt. Holy shit! Mijn parkrating gaat keihard omhoog. Holy fuck, 711. Door dat ene paadje wat ik fixte, is in één keer mijn parkrating omhoog gaan. Zien jullie dat? Kijk nou! Oh my god! Holy shit! Mijn parkrating is 970. Wordt het ene stukje pad. Ik ben weer gelukkig. Oh, wauw. Goed, en dat is de tip van de dag weer. Kijk al je heel je park na, want ik heb dit pad gewoon niet gezien dat het weg was. En ik heb trouwens nog een ideetje gevonden op internet. Als je op een bankje klikt. Ik weet niet of dat lukt. Dan gaan mensen opstaan, maar dat doen ze dus niet. Nee, dat doet hij niet. Nou, mijn parkrating is 900... Kijk eens, dit is ongelooflijk. Door één stuk pad is het park zo aangepast. En wat doet deze gozer? Oh, hij is hartstikke vrolijk.
Nou, en ik ben eigenlijk ook een stuk vrolijker, want we gaan dit level gewoon halen. Want wat was het doel? Weet u het nog stiekem? We weten het toch, hè? We hebben 500 bezoekers nodig aan het eind van park van jaar 3 met een rating van 600. Nou ja, dat hebben we. Geniaal dit. Bijna 999 weer. Ik had al zoiets van, dit park heeft toch echt alles wat je wilt. Alle attracties zijn er. Nou, de wilde muis gaat ook wel goed. Nou, dus echt goedkoop. Wauw. En hier gaat niemand in. Roadworks. Dit is spannend genoeg, denk ik. En ik maar zoveel mensen aannemen. Hè? Jeetje. Spannende aflevering. En dan wordt de shop wordt er gemaakt. Het einde van april, daar heb ik nou niks meer van. Waarschijnlijk een informatiekiosk, maar dat hebben we allemaal niet nodig. Zo. Het is hier benauwd, ik heb het warm. En ik kreeg het nog warmer omdat eigenlijk, ja, dat ik het level niet ging halen. Ach. Prachtig. En kijk, we hebben nog een heel stuk om te bouwen, je ziet dat? Nog een heel stuk over, dus... Maar ja. Het meeste is gelukt, zoals je ziet. Ik heb hier die thematisatie gedaan, dat wist je ook al inmiddels. En ik kijk, Vincent's Coaster, heeft hij veel mensen gehad? Ruim 4500. We gaan gewoon even attracties langs, want we hebben nog een paar dagen. De eerste attractie was natuurlijk het Reuzenrad. Die heeft in totaal, hoeveel mensen getrokken? 1146. Nou, de draaimolen, die heeft er ook 1032 gehad. En ik denk dat deze achtbaan, die Looping Star, heeft er ook wel aardig wat gedaan. 3100. En wat is nog meer een achtbaan? Dat je zegt de G-baan. Natuurlijk, de G-baan heeft denk ik wel de meeste mensen getrokken. Klinkt zo fout. 3500. Nou, dat valt ook wel mee. En deze achtbaan had er 4500. Ik denk dat deze houten achtbaan wel het meeste, ja, de meeste mensen heeft getrokken. En de stoomlocomotief, hoeveel heeft die er? 1800. Ah, oké. I want to go home. Iemand zit vast in Dolf. Vind ik best wel triest. Nou, dit was mijn park. En we hebben nog één dag, twee dagen. En dan ben ik geslaagd voor deze missie. Dan gaan we eigenlijk gelijk door naar het volgende level. En dat volgende level, dat zie je pas de volgende aflevering. Helaas. Moet je eventjes wachten. Want stiekem weet ik niet hoe dat level heet. Dus ik moet het eerst allemaal opzoeken en zo. Ja, dit is leuk. Moet je kijken wat er nu gebeurt. Kijk, alle mensen die klappen, kijken mij aan. En die klappen naar me. Dat is misschien leuk om te weten. Ja, dat is echt geniaal. Ze klappen gewoon voor me. En ik heb mijn naam ingevuld. We gaan naar het hoofdmenu om te laten zien. Ik ga opslaan. Ondanks dat probleem. Het stressprobleem. Ik wist echt niet dat dat het was. Gaan we even kijken. We hebben 3 parken uitgespeeld. En we gaan naar het volgende park in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei doei.